Bij een groot ongeluk zijn gistermiddag twee mensen om het leven gekomen. Een 50-jarige motorrijder uit Waalre en een 18-jarige fietser uit Eindhoven. Het ongeluk gebeurde even na vieren op de Velddoornweg. De fietser sloeg linksaf richting het Van der Valk Hotel vlakbij het viaduct van de A2. De motorrijder kon de fietser niet meer ontwijken. Bij de valk kwam de motorrijder tegen een lantaarnpaal terecht. Hij overleed meteen. De fietser is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed afgelopen nacht.